En ook deze laatste keer ben ik weer op pad gestuurd. Dit keer door een hele lieve zangeres. Uitgenodigd in Brabant. In Den Bosch, ergens hier ja, in deze woonwijk. Het is nog een beetje gek. Is een kroeg en daar moet zij optreden. Dus ik ga zo meteen even kijken waar dat is. En vraag je natuurlijk af, welke zangeres heb je het over? Justine Pelmelij. Wie? Justine, je kent haar. Kijk maar, dat is deze mevrouw. Gelijk heeft hij je geheugen weer opgefrist. Ja, en het leven van een artiest gaat niet altijd over rozen. Justine, is dit je kleedkamerkind? Ja, op dit moment wel. Zit ze gewoon hier bij de auto ja. De optreden voor te bereiden? Ja, nou ja, joh. Maar dat is het vak, hè. Dat is nou eenmaal zo. Ja, is ook zo. Nou, heb je natje? Ik heb mijn natje. Nou, mijn tafel, mijn bureautafel zo. En je bent je setlist aan het schrijven? Ja, hoe ga je zingen zo meteen? Oh, van alles wat. Ik doe natuurlijk het Songfestival nummer. Ja. Nou, we zijn hier nu in Brabant. En ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor nu al de gezelligheid. Het is hier altijd leuk, hè? Ja, het is hier wel. Brabant, hè. Dus, nee, ik moet eerlijk zeggen, toen ik hier zo aankwam rijden, toen dacht ik... Oh, het wordt leuk. Maak even die setlist af. Is dit je drankje? Dit is mijn drankje. Even een slokje, ja, hoor. Even een slokje. Even hey, goed nou, voor jezelf cheers, zorgen. Ja? Ja. Cheers. Dames en heren, hier is voor u iemand minder dan Justine Pelmelij. Ja! Hoe is het gegaan? Ja. Ging plat, hè? Ja, ging helemaal, was helemaal goed. Lekker. Ik kon niet zoveel praten, hoor. Dus, nee, je moet gewoon rustig praten. Wat staat er nou nog hoog op de bucketlist als het gaat om reizen van Justine Pelmelij? Ja, wel Indonesië. Ja? Ja? Maar daar ben je al heel vaak geweest, denk ik. Nou, ik ben er 3 keer geweest. Maar ik wil wel naar het land waar mijn ouders zijn geboren. En dat is... Ja, in Serua. Maar ik moet eerlijk zeggen dat jij zegt nou Indonesië, maar dan had ik dan eigenlijk niet verwacht dat dat nou op jouw bucketlist staat. Ja, ik denk, jij gaat nu weer met iets komen van nou... Als je me vraagt mijn tweede land, dan is dat de United States. Ja, precies. Ja, gewoon even alles in het groot. Ja, dat is het tweede land waar ik zou willen wonen. Heb je nog een optreden zo meteen of ben je nee, klaar? Nee, gelukkig niet. Oh, je kan lekker met een kopje thee onderuit. Ja, lekker. Nou, doei. Doei. Hey, daar is je kleedkamer en je auto tegelijk. Ja, in één. Okay. Zo gaat dat. Doei.